Vandaag dierendag en de kinderboerderij in Leeuwarden doet er ook mee. En deze ezels worden even lekker verwend met wat extra snoep. Ja, en als we dan kijken naar het weer. Het was hier vanmiddag prima weer. De zon erbij, regelmatig de zon, maar ook bewolking en het waaide stevig. Wel, vanavond op de meeste plaatsen droog. In het Waddengebied nog kans op een bui. En dan vannacht droog weer, 9 tot 12 graden. En verder hebben we vannacht ja, toch wel een weertype met wat opklaringen, flinke opklaringen. Maar geleidelijk aan ook wel weer eens wat bewolking. De wind die komt uit het zuiden tot zuidoosten, zal matig tot vrij krachtig zijn, af en toe krachtig in de kustgebieden. Morgen, we beginnen met droog weer, geleidelijk aan vanuit het zuidwesten de regen. Later in de ochtend, in de middag, in het noorden, in het zuiden nog kans op wat zon. En de temperaturen die liggen dan zo rond de 16 tot 18 graden. En de wind ja, die komt uit zuid tot zuidoost en die is krachtig of hard langs de kust, windstoot en kracht 8, een waarschuwing. Op naar het beeld van de dagen erna. Nou ja, dan komt eerst woensdag. En woensdag heeft opnieuw buien, pittige buien, stevige buien. Nog een beetje zon, vooral in het noorden. En de temperaturen 14 tot 16 graden met een west- tot noordwestenwind die krachtig af en toe hard is in de kustgebieden. Dus een waarschuwing alweer voor windstoten. Beter wordt het op donderdag, vrijdag en zaterdag. Ik heb het over de vooruitzichten. Dan hebben we toch wel een weertype met geregeld zon. Zoals het nu staat, droog weer en de temperaturen die liggen rond de 17 of de 18 graden. De hoogste temperaturen op vrijdag kan het plaatselijk 19 graden worden. En natuurlijk, morgen veel meer over het weer. Ontmoet, tot morgen.